voiture qui vous paraît curieuse est le prototype d'origine de la 2 chevaux Citroën. Il y en a deux modèles qui restent au monde, mais c'est la plus ancienne. In 1936 wordt in Frankrijk begonnen met de ontwikkeling van een revolutionaire auto. Onder codenaam Toute Petite Voiture wordt dat hele kleine autootje dat twee boeren op klompen, 50 kilo aardappelen of een wijnvat moet kunnen vervoeren, getest en aan de meest strenge eisen onderworpen. Bedenker van de Toute Petite Voiture is Pierre Boulanger, directeur van het Citroën-concern dat werd opgericht door André Citroën, autofabrikant van Nederlandse origine. Het autootje moet de slechtste wegen kunnen bereiden, goedkoop in gebruik en onderhoud zijn en bovendien een mand met eieren kunnen vervoeren zonder dat er één ei breekt. Hoe het eruit komt te zien doet er volgens Pierre Boulanger absoluut niets toe. Na een aantal minder geslaagde ontwerpen, die Boulanger persoonlijk test en afkeurt, is de auto in 1948 gereed en wordt ze onder de naam Deux Chevaux gepresenteerd op de jaarlijkse Salon d'Automobile. À Paris, le 35e Salon de l'Automobile a été inauguré par monsieur Vincent Auriol, président de la République, dont la première visite a été pour ceux qui, comme Franet, sont devenus par leur luxueuse conception de la carrosserie les grands couturiers de la voiture. Il est loin le temps où le poète parlait de ces machines qui permettaient d'absorber en un jour autant de paysages, de ciel et de spectacles qu'on en absorbait autrefois au cours de toute une vie. Le temps où, loin des remises et des gares, loin des ateliers secourables, l'automobiliste était à la merci des caprices d'une force mystérieuse qui nous laissait inquiets sur l'avenir de la géniale découverte de l'homme. Une véritable révolution a été provoquée dans le domaine du véhicule économique par Citroën, qui présente un modèle de conception pour le moins original. Peut-être verrons-nous demain ces véhicules circuler sur nos routes. Op 20 juli 1990 komt er definitief een einde aan de productie van de Deux Chevaux. Wat maakte deze paraplu op wielen zo populair dat hij zelfs gebruikt werd in een reclamecampagne? Het stopzetten van de productie van La Deux werd wereldnieuws. Ja, als je kijkt dat momenteel de gemiddelde lifecycle van een auto een jaar of 7-8 is, na 7 of 8 jaar komt weer een nieuw model op de markt, dan is ruim 40 jaar toch wel gigantisch jaar. Om ruim 40 jaar gekocht te worden door een grote groep mensen is toch wel fenomenaal. Als je beseft dat in 1972, toen de Deux Chevaux in Nederland op zijn hoogtepunt was, dat er toch 24.000 van verkocht zijn in één jaar. Ik herinner mij een verkoper die zei dan al lachend, die riep dan met luide stem in de showroom van: wilt u even in de rij gaan staan, wie is de volgende? Kun je dat voorstellen? Het is fenomenaal eigenlijk voor een auto. Die auto heeft iets zo specifieks wat alle andere auto's niet hebben, dat je er wel aandacht aan moet geven. Als ik het even vanuit het veld van het ontwerpen bekijk, dan is het een auto die op een hele specifieke manier in de ontwerpgeschiedenis past. Het is eigenlijk de meest functionele auto die je bedenken kunt. En daarom is het een soort schoolvoorbeeld van hoe het functionalisme in een product vertaald is. Hij is in 30e jaren gemaakt, dat kun je zien. Bijvoorbeeld de spatbordvorm. Misschien ook wel aan de stoeltjes die erin zitten. Want de stoeltjes van de Deux Chevaux zijn ook prachtige voorbeelden van functioneel ontworpen meubeltjes. En toch
Ondanks dat daar natuurlijk zorgvuldig aan getekend is en de ontwerpers ongetwijfeld een lijnvoering hebben nagestreefd die te maken heeft met esthetiek, dus met mooi en lelijk, kan je toch bij die auto niet praten over mooi en lelijk. Hij is daar boven komen te staan. Natuurlijk, toen die auto werd geïntroduceerd, zullen mensen het wel een heel lelijke auto hebben gevonden. En de naam Het Lelijke Eendje is natuurlijk ook niet voor niks ontstaan. Maar zodra die enigszins ingeburgerd was, hoorde je mensen nooit meer over lelijk en mooi. Het was gewoon een ding waar je mee leefde, waar je van ging houden zelfs. Veel mensen die hadden een grote liefde voor die auto. Ikzelf ook. Het was een autootje wat hoorde bij je leven. En in termen van mooi en lelijk werd niet gesproken. Ik knipper met mijn lampen en dat snappen ze 9 van de 10 keer snappen ze er geen bal van. Heeft die rare knakker, ken ik hem, wat is er mee? Dat zou wel veranderen als over een jaar of 5 het aantal eendrijders afgevallen is, omdat je niet meer aan onderdelen kan komen, dan blijven alleen de echte eendrijders over. Toen in augustus 1953 is de auto mijn eigendom geworden. Ik heb hem cadeau gekregen van mijn ouders. En dat was natuurlijk een ongelofelijke gebeurtenis dat je op die leeftijd en in die tijd al in een auto mocht komen te zitten. De auto sprak mij vooral aan, dus door zijn ruimte van binnen, maar vooral door zijn veercomfort. En dat kan ik nu nog even demonstreren. De Deux Chevaux is ongelooflijk soepel geveerd. Dat is voor deze tijd misschien wat te veel. Maar in die tijd, met een topsnelheid van 68, was dat heerlijk. Je kon allerlei wegen nemen, bospaden nemen. Je kon door grof terrein met hem gaan en daar merkte hij helemaal niets van. De eend had allerlei leuke toevoegingetjes, zoals bij wijze van spreken het verstellen van de koplampen. Wat natuurlijk ook wel nodig was, omdat je met zware belading anders in de bomen zou schijnen. Een grappig detail is ook bijvoorbeeld de ruitenwisser. Je kon de ruitenwisser met de hand bedienen, met een draaiknop. Maar terwijl je reed, trok je die knop uit. En dan werd de ruitenwisser aangedreven door de aandrijfsnaar van de kilometertellerkabel. Dat was op zichzelf een heel goed systeem. Naarmate je harder reed, gingen de ruitenwissers ook sneller. Het enige was, als je bij een stoplicht tot stilstand kwam, dan moest je dus weer die knop indrukken. En dan kon je zo met de hand, eventueel bij regen of zelfs sneeuw, kon je weer van de ruit afhalen. Ik rij in een Deux Chevaux. Vooral omdat het sleutelen aan een auto, aan deze auto, zo eenvoudig is. Zo simpel. Je kan eigenlijk alles zelf doen. Ik heb het sleutelen geleerd op de eendenclub. Ik heb de cursus eendologie gevolgd bij het eendenei. Het is niet alleen leuk om dingen zelf te doen. Ik ben een geboren doe-het-zelver. Het is ook lekker goedkoop. Eigenlijk is het een rotauto voor een volwassen man als ik. Alleen, je kunt er zoveel leuke dingen mee doen omdat hij zo simpel is. En daarom ben ik eraan begonnen.
Ja, vandaag kwam ik thuis en Venus laat me de auto zien en die had hij in tweeën gezaagd. En dat ging me behoorlijk aan mijn hart. Het was echt die één in tweeën en dat, ik had het idee dat komt nooit meer goed. Vroeger dacht ik nou een eend is een eend, maar dankzij Carla ben ik toch wel eigenlijk gek geworden van een eendje. Ik wil niet hebben dat anderen erin rijden. Zelfs mijn eigen vrouw mag er niet in rijden. Maar we zijn er zo lang mee bezig geweest en als je dan in elkaar gereden moet worden, doe ik het liever zelf. Dus dat wat ik bedoel. Le fameux gâteau que nous avez commandé, la fameuse deux chevaux. Allez, on vous souhaite un bon dessert et à votre santé. Le premier tour du monde d'une voiture française en deux chevaux. Le tour, 100 000 km, 2500 nuits à la belle étoile, 50 pays traversés et plus beau que tout, 8 déserts. Pourquoi une deux chevaux? Parce que ni Jean-Claude ni moi n'étions mécaniciens et que c'est la seule voiture qu'un enfant de 12 ans peut réparer tout seul. Arrivé au Congo, au centre de l'Afrique, nous attendaient les pygmées. Et quelle n'a pas été notre stupeur de voir les pygmées nous demander $20 pour pouvoir les filmer. Et ensuite, de voir qu'ils ne s'intéressaient pas du tout à nous, mais uniquement à la voiture, ils ont improvisé une danse pour la reine, la déesse des deux chevaux. Désert d'Atacama, au Chili, je fais le plein d'huile moteur et j'oublie de revisser le bouchon de carter. Et peu à peu, nous perdons toute notre huile et à 200 km de là, c'est la panne. Alors, j'essaye de voir s'il y avait de l'huile de réserve. J'avais aussi oublié de remplir les réserves d'huile. Alors, nous nous arrêtons une première nuit, une deuxième nuit, une troisième nuit et puis, au bout du quatrième matin, nous décidons d'abandonner la voiture. Et à ce moment-là, arrive un Chilien, venu d'on ne sait d'où, qui regarde la voiture, qui se met à éclater de rire quand il comprend la panne, qui ouvre sa besace, qui en sort 3 bananes, qui les épluche et qui les met dans le carter, et qui me dit... Alors, je tourne la clé de contact, la voiture se met en marche, et nous avons fait 200 km à la banane. Of je bent het ook niet. En daar houdt eigenlijk het denken bij op en dan begint het voelen. Kareltje is verschrikkelijk jaloers. Dat, hij schiet gewoon in de stress als ik in een andere auto heb gereden. Dan verdomd hij te starten. Dan wordt hij nukker. Dat moet ik zorgvuldig inkleden. Dan kan ik niet plomp verloren uitstappen. En dan in Kareltje, dan zegt Kareltje, bars maar. En daar heeft hij groot gelijk in, want
waarom zou hij begrijpen dat ik mij in een ander blik verplaats? La deux chevaux est un art de vivre parce que d'abord l'attachement des gens à cette voiture provient peut-être du fait qu'elle a été la première voiture d'énormément de gens. Donc ça c'est un souvenir qui reste en soi pour toujours, le fait d'avoir commencé à rouler là-dedans et l'attachement à la voiture. D'ailleurs on se rend compte sur les routes que très souvent les gens leur donnent un prénom, elles ont un nom écrit sur le capot, donc elles sont complètement personnalisées, les gens sont complètement attachés à leur voiture, et moi je connais énormément de gens qui ont les moyens de rouler dans des voitures beaucoup plus luxueuses, qui ont ces voitures plus luxueuses pour rouler le week-end ou faire de grandes distances, mais qui malgré tout gardent leurs deux chevaux, les bichonnent et roulent la semaine avec et couramment. Alors, ce prototype de deux chevaux Citroën, je l'ai acheté en 1946. Mais je vous dirais que je ne me doutais pas, quand j'ai été devant cette voiture, où m'avait amené un Russe qui me chargeait mes voitures, etc., je ne me suis pas douté de ce que c'était. J'ai acheté d'autres voitures et finalement, par-dessus le marché, on m'a mis ces deux chevaux. J'ai levé le capot. J'ai vu le moteur, c'était un moteur refroidissement par eau, alors que les voitures actuelles, c'est un refroidissement par air. D'autre part, c'est une suspension tout à fait extraordinaire. C'était tout en aluminium. D'ailleurs, on le sent en passant la main à l'intérieur. On voit toujours ces tôles ondulées d'aluminium. Et vraiment, j'étais passionné par cette voiture que je n'avais jamais vue. Filosofie overboord gezet van een auto die voor iedereen bereikbaar zou zijn, voor arme boeren, later voor mensen met gewoon een krappe portemonnee. Het is allemaal overboord gezet. Het moest groter, het moest luxe, het moest gestroomlijnden. Het moest gewoon weg. Hij heeft zijn tijd gehad en dan kun je jarenlang nog doorzeuren van nee, je moet doorgaan met de eend. Maar als je beseft dat zelf China de eend niet lonend vond om die daar in productie te nemen, dan zul je wel begrijpen dat die handenarbeid, want zo werd hij in elkaar gezet, gewoon niet lonend is. Ook niet in een derde wereldland wat vaak geopperd is. Eigenlijk zou ik een loodje graag in onze collectie industriële vormgeving willen hebben. Het zijn van die auto's die in de ontwikkeling van de vormgeving een hele belangrijke rol hebben gespeeld, omdat ze een geweldige versnelling hebben gegeven in het denken over een bepaald product. Dat zijn de criteria waarop wij ook verzamelen. Dus het autootje zou perfect passen in onze verzameling en we hopen dat we er ooit nog eens eentje kunnen toevoegen.
demandé pourquoi cette voiture s'est vendue pendant plus de 40 ans. Et parce que c'était plus qu'une voiture, c'était un concept. L'évasion, la liberté. Finalement, ce que le jean est au pantalon. L'incarnation de la simplicité. Et la simplicité, c'est au-dessus du monde, au-dessus du temps, au-dessus de tout.